Duitsland maakt een hele bijzondere. Daar is natuurlijk krimp geweest. Daar zag je dat voor de crisis de prijzen daalden. Maar dan zie je eigenlijk vanaf 2008 dat ze aan het oplopen zijn. En ook daar is natuurlijk meer vraag naar bouwactiviteiten. En kunnen die banken dan daar hoeven ze niet van dat soort draconische maatregelen te nemen? Nee, zij gaan niet op de rem trappen ten aanzien van kredietverschaffing. Dus je kunt zeggen dat ze weinig doen. En al wat ze doen, doen ze de goede kant op. En wij nemen gewoon een aantal, gewoon voor de woningmarkt, erg onverstandige maatregelen, waardoor we in die problemen komen.